hier zo massaal aanwezig zijn. Ik denk dat u... en voorzitter is dan ik. Laat het duidelijk zijn. En we zijn hier, ondanks dat die raadsvergadering over zo ego is verplaatst, zijn we hier gewoon aanwezig. En 17 april zijn we weer massaal aanwezig. We hebben een petitie bij ons. En die gaat André. André staat hier. André gaat u zo meteen overhandigen. En niet alleen op de schip, maar wij kunnen meer dan alleen de schip. Wij vragen nu ook aan het besluit van hem zien. En zorg dat er een plan komt waar wel onze raad van commissarissen en de directie achter kan staan. Het zijn ruim 1500 handtekeningen. De ambtenaar dat Soweto, de SB en de wet werken naar vervolgens beter kan uitvoeren dan de gemeente. Goed zo. André heeft er 500, maar ik zit er laatst maar zitten. Dan heb ik jammer weer op mijn raam naar door. 1500 zitten erin. Ruim 1500 handtekeningen. Ik heb mijn hand van Soweto. Paul, mag ik jou het woord geven? Oké. Okay. Misschien kunnen mensen, anders kunnen we elkaar niet zien. Hallo? Hoi. Ik ben Paul en ik kom uit Limburg. En ik moet zeggen, ik dacht altijd dat we goed carnaval vonden. We konden hier in het zuiden en optochten en zo. Maar jullie kunnen dat veel beter. Kom hier. Geweldig om jullie allemaal te zien. Ik kom helemaal uit het zuiden om jullie te zeggen dat Advocabo FNV, jullie vakbond, jullie helemaal steunt. Willem, kun je me even helpen? Want laten we wel wezen, 2 weken geleden stonden we allemaal op het Malieveld. En we hebben er iets van kunnen zien. Ik denk dat er ook bussen vanuit Almelo zijn gekomen. Ja. Want de ellende komt natuurlijk uit Den Haag. Ja. Ja. Maar die wet die is nog niet aangenomen. Oh. En toch gaat de gemeente daarop vooruit lopen. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Jullie zijn voor het behoud van jullie werk, voor goede begeleiding en fatsoenlijk loon. Ja. Daar hebben we een petitie voor gemaakt. Ik zal zo de wethouder vragen of ze die wil ondersteunen. Ik zal hem niet helemaal gaan oplezen, maar het gaat over het behoud van jullie werk, het fatsoenlijk loon en goede begeleiding. Zijn jullie daarvoor? De wet zoals die er nu voor staat, die betekent eigenlijk kapitaalvernietiging. Dat is geen goede zaak. Wij hopen dat de gemeente zo verstandig is om de plannen nog eens goed te bedenken. De Advocabo steunt jullie. Jullie hebben vandaag een goede voorzet gegeven. En ik hoop dat de wethouder een stokje overneemt. Ik heb voor u een pen meegenomen. Alsjeblieft. En bedankt dat jullie er vandaag waren. Bedankt. Jullie snappen natuurlijk wel. Ik ga niet zomaar wat tekenen. Dus ik heb al gehad. Eerst is Advocabo op mijn mond, maar ten tweede, waar ik even over struikelde was, dat de werknemers recht hebben op CAO die 2 jaarlijks wordt vernieuwd. Realiseer je wel, dat kan naar boven zijn, maar ook naar beneden. Ik ga het nu tegen. Ik heb het niet bedacht, het is van de vakbond. Lieke! Lieke!
actie, 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 actie. Nog even serieus, want we staan hier wel in actie is ook altijd heel mooi om te doen met elkaar, maar we hebben het wel ergens over vanavond. En waar gaat het nu om? Waarom bent u hier? Er is een nieuwe wet, en dat weet u allemaal. En die wet, dat betekent veel minder geld voor gemeenten, en dat betekent dat we een ander aantal zaken in Alphen ook anders moeten doen. Laat één ding helder zijn. Alle mensen met een SW-uitkering die nu bij Zomeco werken, die houden gewoon hun werk. Maar ik ben er nog niet. Want er gaat wel iets veranderen. Het wil niet zeggen dat u altijd op dezelfde plek zit, maar wat het allerbelangrijkste is, u houdt werk. U houdt uw cao, u houdt uw salaris. Er zijn denk ik heel veel mensen op dit moment in bedrijven die dat graag ook die zekerheid willen hebben. Dus laat het helder zijn. En de gemeenten komen volgende week met een plan. En wij moeten een aantal dingen bezuinigen. Doen we dat niet, dan komen veel te veel geld tekort. Nogmaals, er gaan een aantal dingen gebeuren. Maar u houdt het werk en u houdt uw rechten. We gaan, en er wordt nogal, want ik liep daarnaast, ik ken ook veel mensen van u die hier zijn. Een aantal zeiden van, ja straks heb ik geen werk meer, hoe zit dat nou? Iedereen nogmaals die een indicatie heeft, die houdt werk. We hebben vanmiddag een aantal, ik zeg toch van, we moeten goede gesprekken, met name de voorzitter van de ONR, zei zo straks, wij willen dat dit met de Raad van Commissarissen geregeld wordt. Nou, het gaat wel zijn, we zijn constant, maar veel met ze in gesprek. We hebben vanmiddag ook een goed gesprek gehad. En volgens mij komen we er samen uit. Ik vind het knap dat jullie hier zijn. Helemaal lopend. Maar ik heb ook wel gezien dat je met het busje weer terug wordt. Ja. Eigenlijk moet je ook gewoon lopen terug. Maar mag ik u een vraag stellen? Even voor de duidelijkheid. Zegt u nu inderdaad dat iedereen en al die mensen die nu aanwezig zijn en al die mensen die hier ook niet aanwezig konden zijn, behouden die ongeacht wat er gebeurt hun loon en hun werk? Ik snap wel dat u die vraag stelt. Daarvoor bent u voorzitter van de OR en daarvoor vertegenwoordigt u ook de vakbond. Wat ik heb gezegd, alle mensen, niet die hier zijn, maar de mensen die bij Zomeco werken, met een SP-indicatie, dat zeg ik erbij, die houden werk. En uiteraard, jullie salaris. Maar op het moment, dat is gemeen, want dat is het plan op dit moment, zelf een aantal taken gaan uitvoeren. Behouden die mensen ook nog werk en inkomen, loon. Volgens mij ben ik hartstikke helder geweest en ik moet u steeds herhalen. Ik zeg het nog één keer en dan moet u ook goed luisteren. Mensen die bij Zomeco werken en een SW-indicatie hebben, want die moet u wel hebben, die houden werk. En mensen die niet bij zo'n week kan werken, dus niet meer. Dat is dan op dit moment even mijn korte conclusie. En mensen hebben dan, mensen die nu een indicatie hebben, die houden werk. Volgens mij ben ik daar heel helder in en ben ik ook al die tijd geweest, ook als wij samen om tafel zaten. Nou, als ik hier zo kijk, is volgens mij niet helder. Nee. Nou, jullie een goede terugreis en wij gaan weer aan het werk. Bedankt ook mevrouw Kuiper bedankt voor dat ze in ieder geval de petitie in ontvangst willen nemen. En jullie, bedankt. En wel thuis. Even heel praktisch, een aantal huishoudelijke mededelingen. Want het is natuurlijk ook zaak dat iedereen nu weer veilig terugkomt dan het best wel weg.